Goedemiddag, Janul van Vliet. Hi, goedemiddag. Net de umpire 3 gedaan. Dat klopt, want dat staat hier ook voor mijn neus. Oké, kijk. Ja. Jij bent natuurlijk nog. Ik zie wat verbazing in je ogen. Nou ja, ik had hem al niet zozeer verwacht, zo snel zeg maar. Het is een snel jaar geweest, dus. Absoluut. Dat is, ik zal even een beeld erbij zetten. Dan weet je ook met wie je praat. Ja. Want ik breek niet zomaar in dit interview. Dat heeft natuurlijk een reden. Ik heb wat tekst hier voor mijn neus staan. En die wilde ik graag met jou delen. Oké, kom erop. Dus Janul van Vliet heeft recent de Umpire 3 scheidsrechterscursus gedaan. Ook doet hij veel wedstrijden voor verenigingen. Hij heeft even de tijd genomen om de stap naar bondscheidsrechter goed te overwegen. Dit jaar, in 2020, was hij het hele seizoen beschikbaar als bondscheidsrechter. Hij heeft zich enorm ontwikkeld. Janul is ontzettend leergierig, staat open voor feedback van beoordelaars en van de scheidsrechterscoaches en laat zien dat hij daar ook iets mee doet. Hoewel hij best onzeker kan zijn, merk je dat absoluut niet aan de buitenkant. Er staat een scheidsrechter die resoluut zijn beslissingen neemt en daarbij rust uitstraalt. Er staat een echte scheidsrechter. Hoewel hij sinds kort zijn U3-examen heeft behaald, heeft hij door zijn goede prestaties ook al enkele wedstrijden geleid in de Golden League. Al in je eerste volledige jaar je debuut mogen maken in de Golden League duidt op een zeer snelle ontwikkeling. Hoe vind jij dat klinken allemaal? Ja, enigszins met trots. Anderzijds met gepaste schaamte, zeg maar. Het is inderdaad snel gegaan, maar er staan wel alleen maar waarheden in. En ik ben alleen blij dat er heel veel opmerkingen ook staan die ik zelf niet had bewust van ben, maar die toch zijn opgevallen door de desbetreffende heren met ervaring, laat ik zo zeggen. Ja, dus. Wat voor soort tekst denk jij dat dit is? Ik pak hem op als, of ik ervaar hem als stimulans om door te blijven gaan. Als ja, waardering. Nou, dat is ook zeer zeker de bedoeling als stimulans en waardering. Maar het is ook een juryrapport. Oké. En bij een juryrapport, daar hoort natuurlijk iets. En dan ga ik even heel langzaam iets in beeld schuiven en voor mijn neus halen. En dan zie je waarschijnlijk dit ding voor je. Goeie. Ja, ik zie hem. Dit is de Fred van Groningen Schinkel Award. De KNVB heeft besloten om de Fred van Groningen Schinkel Award, wat de award is voor de meest veelbelovende bondsofficial, voor het seizoen 2020 uit te reiken aan de heer Janul van Vliet. Bij deze. Wauw. Daar ben ik echt super, super trots op. Ja, en ik voel me diep vereerd. Ja. Het grappige is, wat ik hierop kan invullen, ik ben vorig jaar bij de bijeenkomst geweest in Hilversum van de scheidsrechters. En daar werd toen Jeffrey Bensnijder daarvoor genomineerd, of weet dat, ik kreeg me uitgereikt. Ja. Toen heb ik mezelf als doel gesteld dat ik die prijs ooit ook in de wacht wilde slepen. En die heb ik aan niemand, maar dan ook aan niemand uitgesproken en alleen voor mezelf gehouden. En dat zou binnen nu en 2-3 jaar zou ik een keer daarvoor in de aanmerking willen komen. En dat het nu zeg maar binnen een jaar is, ja, dat, daar ben ik echt heel, heel, heel blij mee. Absoluut. Ja. Dank je wel. Nou, dan heb je nu meteen een uitdaging, want dat betekent dat je voor volgend jaar direct een ander doel moet gaan zoeken. Want deze is nou in de pocket. Ja, bedankt.